Suriname zal ondersteund worden met trainingen over het gevangenisbeheer. Dit liet minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie afgelopen zaterdag weten tijdens een persbriefing van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij heeft samen met minister Albert Ramdien een bezoek gebracht aan onder andere de Verenigde Staten, waar zij hebben gesproken met verschillende afdelingen van de Organisatie van Amerikaanse Staten. Amoxie heeft gesprekken gevoerd voor het trainen van criminologen in Suriname. DOD gaat ons ook ondersteunen met prison management. We denken aan veiligheid, maar ook programma's voor resocialisatie. Dus dit zijn in een nutshell. Misschien kan ik ook noemen dat ik contacten heb gehad met de George Mason University. Omdat een van de zaken die spelen bij onze overheid is de institutionele capaciteiten van onze ministeries om programma's uit te voeren, projecten uit te voeren. En ik heb gemeend als ministerie van Justitie en Politie zekere samenwerking te zoeken voor de opleiding van criminologen. Dus ik ben in conclave hierover met ze, hoe we een project zouden kunnen opzetten om een masters training te verzorgen voor zeker 25 tot 30 Surinamers om ze op te leiden tot criminologen. Minister Amoxie gaf ook aan dat de OAS Mensenrechtencommissie Suriname zal ondersteunen met zijn nationaal mensenrechtenbeleid. Zo zullen er trainingen verzorgd worden voor regeringsautoriteiten. Trainingen voor NGO's, civil society, die moeten lopen via de Universiteit van Suriname. We verwachten assistentie ook bij de oprichting van de Nationale Ombudsman, ook de Kinderombudsman. En met dit laatste gaan we als eerste beginnen. Minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie. Samen met minister Ramdien van Buitenlandse Zaken was hij van 17 tot en met 22 juli op bezoek in de Verenigde Staten.